De ananasproductie kan een belangrijke deviezenverdiener worden van Suriname. Volgens Wensley Perea, directeur van Amea Cashew and Pineapple Industries NV, kan deze potentie worden bereikt met de juiste investeringen. Het interview met Perea is gedaan in het kader van Internationale Ananasdag gisteren. Een van de investeringen is het opschalen van de productiearealen. We moeten betere kwaliteit, en betere kwaliteit betekent van kennis in huis halen om de productie op te schalen, om volgens de internationale standaarden te gaan telen en teeltechnieken bijbrengen aan onze boeren. En dat zijn dus dan een paar van die voorrangvoorwaarden, maar daarnaast zijn er nog andere zaken die nog in orde gemaakt moeten worden als we inderdaad in de ananassector willen tillen naar een hoger niveau. De boeren die zouden moeten beschikken over een titel, over een terrein. Dan zult u mij vragen van, maar waarom zegt u dat, meneer Perea? Als u in Ikeri bent, dan ziet u van dat elk rijstboer een tractor op zijn terrein heeft. Volgens Perea betekent ananas telen op hoog niveau bezig zijn. Hierbij moeten de boeren steeds worden bijgeschoold, wat het opzetten van trainingscentra vereist. Als je trainingscentra voor ze hebt, waar ze kunnen trainen, dan kunnen ze daarbij gebracht worden. Maar als die kennis dan ook, daarmee wil ik niet zeggen van dat we geen deskundigen hier in Suriname hebben, maar we weten ook van dat men veel, veel verder in het buitenland is voor wat betreft de ananasteel, dan moeten we gewoon de kennis naar binnen halen. Weet je, ananasdeskundigen naar Suriname brengen om onze eigen mensen te teeltmethoden bij te brengen. Nou, meststoffen, daar zou dus dan de mogelijkheid moeten zijn voor de boer dat er tegen het nultarief ten behoeve van de productie ingevoerd mag worden. Wensley Perea, directeur van Amea Cashew and Pineapple Industries NV. Dit ananasbedrijf plant 12 hectare ananas per jaar en heeft een maandelijkse productie welke tussen de 2,5 en 3 ton ligt. Zij exporteert naar Frans-Guyana, maar kan voorlopig niet in de behoefte voorzien.